Nederlander veegt de vloer aan met Belgen. Een echte België-specialist? Nee, dat is hij niet. Maar toch speelt onze Jan van Soeren uit Groningen de ene na de andere Vlaming naar huis. En dat gebeurt in het razend populaire televisieprogramma Blokken. Dat programma is elke avond te zien bij de Vlaamse omroep VRT. En Van Soeren is al 4 avonden op rij ongeslagen. En hij heeft inmiddels de harten van de Belgen gestolen. Zo ging het gisteravond. Hoop voor Jan van Soeren uit Groningen, uit het hoge noorden van Nederland, dat hij vandaag minstens even succesvol is als de vorige 3 dagen. Jan, welk Zuid-Europees land won het WK voetbal in 34, 38, 82 en 2006, maar kon zich niet plaatsen voor het WK van dit jaar? Italië. Is juist, de Azzurri. Die dus net als Nederland er niet bij zijn, wat eigenlijk heel, heel erg jammer is. Heel, heel erg goed gespeeld. 4000 euro en de superprijs. Ik zie je morgen weer. Tot dan, bye. We krijgen hem niet buiten. En waarom zouden we dat ook proberen? Want hij speelt het zo goed. Ja, goed verhaal dit. En we hebben verbinding met Jan via Skype. Hij zit nu in Groningen volgens mij. Ja, Jan, welkom in de uitzending. Laten we meteen even met de deur in huis vallen om in Louis van Gaal termen te blijven. Zijn die Belgen nou zo dom of ben jij zo slim? Ja, ik heb inmiddels wel wat Belgische vrienden ook gemaakt. Dus ik denk niet dat... dat ik ze erg blij maak als ik zeg dat Belgen dom zijn. Dus laten we dan ophouden dat ik gewoon zo slim ben. Ja, de verbinding is trouwens niet altijd even stabiel, maar we blijven het gewoon proberen. Ik ben benieuwd, hoe komt het dat jij meedoet aan dit programma in België? Nou ja, het is elke avond om 6:30. En dat is ongeveer de tijd dat ik meestal eet. En dan zit ik op de bank en dan kijk ik naar dat tv-programma. En ik roep nog wel eens dat ik daar erg goed in zou kunnen zijn. En nu blijkt dat niet onterecht is. Ja, hey, en wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt? Ik bedoel, hoe reageren die Belgen op jouw hegemonie daar? Ja, eigenlijk verrassend positief dat de Belgen, als er een Hollander wint, dat ze dat niet zo leuk zouden vinden. Maar ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties en spontaan. En dat ze, nou ja, dat ze het niet zo erg vinden dat er een Nederlander wint. Dat ze het wel fijn vinden om ook wat positiefs uit Nederland te horen. Ja, precies. Want er kijken, vertelde je net ook al voor de uitzending, 700.000 mensen elke avond naar dat programma. Het is echt een enorm populair programma. Heb je al veel reacties gekregen vanuit België? Heb je al fans? Ik heb zeker een aantal fans erbij. Het zijn, ik heb heel veel nieuwe vriendschapsverzoeken op Facebook gekregen. En allemaal mensen die mij berichten sturen. En sinds vandaag is er dus ook een bericht in een Belgische krant verschenen. En daar reacties weer op. Oké. Hey, hoeveel geld heb je tot nu toe gewonnen? En hoeveel kan je uiteindelijk gaan winnen? Hoe gaat het nu verder? Je wint per gewonnen aflevering is het 1000 euro. En na 3 afleveringen is er een... En zo'n grote tv ook. En zolang je wint, dus elke aflevering dat je wint, krijg je extra 1000 euro er nog bij. En ik zit er nog in, dus het kan alleen maar oplopen. Ja, maar je blijft net zo lang in het spel totdat je verslagen wordt. Ja, inderdaad. Dat is het idee. Je speelt tegen iemand en altijd gaat er iemand naar de finale. En als je dan in die finale die ook nog wint, dan ga je door naar de volgende aflevering. Oké, ik zeg Jan van Soeren uit Groningen, maak ze gek die Belgen. Blijf erin, doe het voor volk en vaderland. Zeker. Oké, hartstikke goed. En je moet vanavond weer daar naartoe? Ja, vanavond is er weer een uitzending. Oké, ik doe bij deze een oproep aan onze kijkers van de Telegraaf. Schakel eens een keer in op de Belgische zender. Laten we met z'n allen Blokken gaan volgen en Jan van Soeren gaan aanmoedigen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.